Welkom bij deze presentatie over de herinrichting van de Vogelbuurt in Gennep. In deze presentatie gaan we een aantal onderdelen behandelen. We starten met een korte inleiding, waarbij de aanleiding en de voorgeschiedenis van dit project worden behandeld. Vervolgens kijken we naar het projectgebied en gaan we de uitgangspunten voor het ontwerp behandelen. Daarna hebben we het over het afkoppelen van het regenwater en bespreken we het ontwerp verder. Allereerst de aanleiding van het project uit de laatste onderzoeksgegevens blijkt dat de bestaande rioolleiding in de Vogelbuurt aan volledige vervanging toe is. De vernieuwing van de riolering biedt gelijk kansen voor verbetering aan de openbare ruimte van de Vogelbuurt. Eind vorig jaar bent u hierover geïnformeerd en hebben alle bewoners de mogelijkheid gekregen hun wensen en ideeën kenbaar te maken. Op basis van de verzamelde inbreng is er een voorlopig ontwerp opgesteld. Een overzicht van jullie wensen en ideeën en daarbij een reactie hoe ermee is omgegaan bij het opstellen van het ontwerp is terug te vinden op de projectwebsite. Bij jullie inbreng kwamen een aantal onderwerpen regelmatig naar voren. Deze onderwerpen zijn de uitgangspunten voor het ontwerp geworden en hebben met name betrekking op de verkeersveiligheid, parkeren, groenvoorzieningen, openbare verlichting en riolering. Deze onderwerpen zullen later kort toegelicht worden. Allereerst wordt kort het projectgebied toegelicht waar de herinrichting plaats zal vinden. Het gebied is op deze overzichtskaart weergegeven. De straten die in de herinrichting worden meegenomen zijn de Prins Hendrikstraat, Patrijstraat, Leeuwerikstraat, Fazanstraat, Leisterstraat en Merelstraat. We zullen nu de eerder genoemde uitgangspunten behandelen. Allereerst de verkeersveiligheid. Door de huidige indeling van de wegen, de rijsnalijden. Geparkeerde auto's op de rijweg en onoverzichtelijke kruisingen zonder verhogingen ervaren de bewoners enige mate van onveiligheid. Om dit tegen te gaan, worden op de kruisingen binnen de Vogelbuur plateaus gerealiseerd om zo de snelheid binnen de wijk te verlagen. Het materiaalgebruik hiervan sluit aan op de reeds gerealiseerde reconstructie in de Prinses Margrietstraat. Daarnaast is er met het oog op de verkeersveiligheid voor gekozen om binnen de wijk een eenrichtingsstructuur toe te passen, met uitzondering voor fietsers en bromfietsers. De eenrichtingsstructuur binnen het ontwerp komen we later op terug. Meerdere bewoners hebben aangegeven dat er te weinig parkeerplaatsen in de wijk beschikbaar zijn. In de huidige situatie wordt, zoals u op de foto kan zien, zowel op de rijweg als in parkeervakken geparkeerd. Hier is binnen de wijk geen eenduidige voorziening voor. Middels het nieuwe ontwerp gaan we dit wel eenduidig regelen en realiseren we extra parkeergelegenheid. De eenrichtingsstructuur speelt hierbij een belangrijke rol, aangezien we hierdoor meer ruimte creëren om in alle straten nieuwe parkeervakken te realiseren naast de rijweg. Afhankelijk van de structuur zijn de parkeervakken aan één of twee zijden van de rijweg gesitueerd, en parkeert u achter overrijdbare trottoirband op gelijk niveau met het trottoir. Uitzondering hierbij is de Prins Hendrikstraat, Waar de haakse parkeervakken zoals in de bestaande situatie terugkomen en worden uitgebreid. Samen met de parkeervoorzieningen wordt ook de volledige groenstructuur in de wijk anders ingericht. Op wijkniveau gaan op een zevental bomen na alle bomen in de wijk weg. Voor het kappen van de bomen is geen kapvergunning nodig omdat het niet gaat om beschermde soorten. Wel is er een boomeffectanalyse uitgevoerd, waarbij de problemen per boom in kaart zijn gebracht. Dit om te kunnen bepalen of het eventueel behouden van de boom mogelijk is. De problemen hebben dan met name betrekking op verkeerde soortkeuze, weinig aandacht voor de groeiplaatsverbetering ten tijde van de aanleg en de opdruk van bestrating, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan, zoals u op de foto kunt zien. De boom-effectanalyse kunt u zelf inzien op de projectwebsite. Er worden in de wijk ongeveer 44 bestaande bomen verwijderd en er komen circa 34 bomen voor terug. Wellicht wel op een iets andere locatie. Hierbij wordt goed gekeken naar de soortkeuze op basis van een toekomstbestendig ontwerp en de juiste aanlegmethode. Om de verlichting in de wijk te verbeteren, wordt op basis van het ontwerp een verlichtingsplan opgesteld. Hieruit volgen de nieuwe locaties van de lichtmasten. Uitgangspunt is dat de nieuwe lichtmasten aan de overzijde van de bomen en de nieuwe parkeerstroken worden gesitueerd in het trottoir. Dit houdt in dat er bestaande vliegmassen verplaatst zullen worden of dat er nieuwe basten bij moeten komen. Uit duurzaamheidsoogpunt worden de armaturen allemaal uitgevoerd in LED verlichting. Zoals gezegd wordt binnen het hele projectgebied de straat opgebroken voor het vervangen van de riolering. Daarbij wordt ook direct een nieuw riool voor het regenwater aangelegd. Gekozen is om hiervoor een infiltratieriool in de straten van de wijk Vogelbuurt aan te leggen. Zo wordt wateroverlast bij extreme buien die als gevolg van klimaatverandering steeds vaker voorkomen, beperkt. Het regenwater dat op de openbare verhouding valt, zal middels kolken op de riolering worden aangesloten. Locaties van de kolken en ook de nieuwe rioolputten zullen in de verdere uitwerking worden bepaald. Om zoveel mogelijk regenwater af te koppelen en te laten infiltreren, zal naast de openbare verhouding ook de voorkant van alle woningen op het infiltratiereol worden aangesloten. Dit zal volledig door de gemeente worden geregeld. Het afkoppelen van de achterzijde van de woningen kan door de bewoners zelf worden geregeld. De gemeente Gennep stelt hiervoor een subsidie ter beschikking. Meer informatie hierover vindt u op de website van de gemeente. Dan nu het ontwerp. In deze afbeelding ziet u het voorlopig ontwerp. We zullen de delen van de straat van kruising tot kruising behandelen en het ontwerp inzichtelijk maken middels een bovenaanzicht en een dwarsprofiel. Allereerst het noordelijk deel van de Patrijstraat. De eenrichtingsstructuur is in deze straat voorzien van zuid naar noord. De nieuwe bomen zullen aan de oostzijde tussen de parkeervakken in worden gesitueerd. In het zuidelijk deel van de Patrijstraat blijft de inrichtingsstructuur ongewijzigd. De nieuwe bomen en het parkeren komen echter in dit deel aan de westzijde van de rijweg. In het noordelijk deel van de Fazantstraat is de eenrichtingsstructuur omgedraaid. De straat is toegankelijk vanuit Picardie. Richting de Leeuwerikstraat. De nieuwe bomen en het parkeren komen in deze straat aan beide zijden van de rijweg. En in het zuidelijk deel van de Fazantstraat wordt geen eenrichtingsstructuur toegepast. Deze straat blijft vanuit twee richtingen gewoon toegankelijk. Wel zullen er nieuwe bomen en parkeren aan de westzijde van de rijweg worden gesitueerd. Het eenrichtingsverkeer in het noordelijk deel van de Leijsterstraat is weer van zuid naar noord. De nieuwe bomen en de nieuwe parkeervakken komen aan de westzijde van de rijweg. Dit blijft ongewijzigd in het zuidelijk deel van de Leijzerstraat. Dan het westelijk deel van de Leeuwerikstraat. De eenrichtingsstructuur is in deze straat van het westen naar het oosten. De nieuwe bomen komen net als de bestaande bomen aan de zuidkant van de rijweg. Het parkeren wordt in de nieuwe situatie aan beide zijden van de rijweg gesitueerd. Het oostelijk deel zal hierop aansluiten. De rijrichting voor de inrichtingsstructuur blijft ongewijzigd en de bestaande bomen in de straat zullen vervallen. Dan komen we uit bij de Merelstraat. En deze straat is in de bestaande situatie ook al een eenrichtingsstructuur. Deze blijft in de nieuwe situatie gehandhaafd. De nieuwe bomen komen aan de noordkant van de rijweg en het parkeren wordt aan beide kanten van de rijweg gesitueerd. De laatste straat binnen ons projectgebied is de Prins Hendrikstraat. In het westelijk deel blijven de parkeerplaatsen conform de bestaande situatie gehandhaafd. In deze straat zal er een mix komen van nieuwe en bestaande bomen. De hele straat blijft ook in twee richtingen toegankelijk. De haaksparkeervakken aan de zuidzijde worden uitgebreid met een aantal parkeervakken. De langsparkeervakken langs de rijweg die vervallen. Het oostelijk deel van deze straat blijft vrijwel ongewijzigd. Wel zijn duidelijk de verhoogde kruisingsvlakken in de nieuwe situatie te zien. Om u nu een duidelijk beeld te geven van de eenrichtingsstructuur, zijn de rijrichtingen middels pijlen bij elke straat weergegeven. Dit was kort een uitleg van het ontwerp op basis van jullie wensen en ideeën. Ik dank u voor het kijken en luisteren. Als er naar aanleiding van het ontwerp of deze presentatie vragen zijn, kunt u deze tot 21 februari van dit jaar weer stellen via de website van het project www.geonius.nl. Dank u wel.